In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we kijken naar een vers uit het Evangelie van Sint Matthäus, hoofdstuk 6, vers 27. En hij gaat als volgt. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Wat bedoelt Jezus met deze vers? Hij zegt, wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen. Wat is één el? Nou, we kennen een el als een lengtemaat. Maar Jezus bedoelt hier niet een lengtemaat aan je eigen lengte toevoegen. Hij bedoelt hier de levenslengte. Van wie kan met bezorgde zijn zijn leven beter maken of zijn leven langer maken? Jezus wil juist dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Matthäus 6 is een hoofdstuk eigenlijk vol beloftes die Jezus aan ons heeft gedaan. Hij zegt namelijk, vers 31 zegt hij, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waar zullen wij ons mee kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Wie zijn de heidenen? De heidenen zijn de mensen die niet in Christus geloven. Mensen die zich zorgen maken om de wereldse dingen en de dingen die ze dagelijks nodig hebben. Maar Jezus zegt tegen ons, uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Dus Jezus zegt tegen ons, zoek het koninkrijk van God, focus daarop en de rest wordt allemaal gegeven. Wees dus niet bezorgd. God zorgt ook voor de vogels. Ik heb nog nooit iemand de vogels eten zien geven. Ze zijn vrij en God zorgt dus dat zij krijgen wat ze nodig hebben. Dus hoezo zou God dan niet voor ons zorgen? Hij weet dat wij dingen nodig hebben en hij zorgt ervoor dat we die dingen ook krijgen. Hij zegt daarna ook, wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Dat is eigenlijk een rijmpje waarin hij gewoon zegt, focus op vandaag, kijk hoe het vandaag gaat en morgen komt wel. Maak je niet druk om morgen, want ik regel dat voor je. Dus wie kan toch met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Niemand. Bezorgd zijn heeft dus geen zin, want God weet dat wij bezorgdheden hebben. Als wij ons focussen op het vinden van het koninkrijk van God en ons hemelse Vader, dan hoeven wij niet bezorgd te zijn om iets. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.